Hoog in de Zwitserse bergen, ongeveer 800 kilometer ten zuiden van Nederland, smelten elk voorjaar grote massa's sneeuw en ijs. Al die kleine stroompjes samen komen aan de voet van de Alpen bij elkaar en vormen één groot rivier, de Rijn, de slagader van Europa. Onderweg naar Nederland monden er nog meer rivieren uit in de Rijn die vrachten regenwater uit Frankrijk en Duitsland meevoeren. Al dat water moet dwars door Nederland richting Noordzee afgevoerd worden. Als al dat water dat met miljoenen liters per seconde bij Lobith ons land binnenstroomt niet in goede banen zou worden geleid, zouden grote delen van Nederland regelmatig onder water kunnen lopen. Combinaties van extreme neerslag en grote hoeveelheden smeltwater leiden periodiek tot gevaarlijke situaties langs de grote rivieren in ons land. Om calamiteiten te voorkomen en het water naar de juiste plaatsen te dirigeren zijn dijken, kaden, dammen en technische installaties nodig. Een van de organisaties die zich hiermee bezighoudt is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Dit waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de dijken langs de Nederrijn en de Lek en is daardoor verantwoordelijk voor de veiligheid van een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Vanaf het begin van de 80e jaren is het waterschap bezig deze dijken die zich uitstrekken van Amerongen tot aan Schoonhoven te verbeteren. Dat ging niet altijd van een leien dakje. Het nut van dijkverzwaring werd niet altijd gezien omdat hoge waterstanden in die tijd uitbleven. Het beeld dat de waterschappen te weinig aandacht schonken aan het behoud van de langs de dijk aanwezige landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden kreeg in die dagen steeds meer aanhangers. Met pijn en moeite konden er dijkverzwaringen worden uitgevoerd tot, zelfs in het begin van de 90e jaren, het werk volledig moest worden stilgelegd. In 1993 kwam hierin een ommekeer. De directe aanleiding van een reële dreiging tot een watersnood deed de algemene opinie snel beslissen de voortgang van de dijkverbetering in een ijltempo te hervatten. De commissie Boertien kwam met het advies dijkverzwaringen uit te voeren met, meer dan voorheen, respect voor de aanwezige landschappelijke, natuurkundige en cultuurhistorische waarden. Dijkversterking stond opnieuw serieus op de kaart. Van 1985 tot 2002 is er hard gewerkt aan de dijkverbetering in het zuiden van de provincie Utrecht. Van Amerongen tot aan Schoonhoven is ongeveer 60 kilometer dijk flink aangepakt. Hiermee is aan de opdracht voldaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door deze werkzaamheden bieden de dijken op deltaniveau bescherming aan de bewoners tegen een waterstand die slechts één keer in de 1250 jaar voorkomt. Als er geen dijken zouden zijn en de rivieren treden buiten hun oevers, zou Maarsebroek en IJsselstein en al deze dorpen zouden allemaal overstromen. Je kan je voorstellen, als al het water allemaal uit Frankrijk en Duitsland komt, dat zelfs Zeist kan overstromen. En het wordt eigenlijk alleen nog maar veel erger als het water steeds hoger komt. En iemand die hier alles over kan vertellen, is de dijkgraaf. Wat doet een dijkgraaf zoal? Wat een dijkgraaf doet is te vergelijken met een burgemeester. Wat een burgemeester voor een gemeente doet, doet een dijkgraaf voor het waterschap. Hij geeft leiding aan wat het waterschap moet doen. Dat doet hij samen met zijn bestuur. Kunt u mij ook vertellen waarom de dijken hier langs de Lek zo belangrijk zijn? Ja, natuurlijk zijn alle dijken belangrijk. Die liggen er niet voor niets. Als het water omhoog komt, moeten ze het water tegenhouden. Maar achter deze dijken ligt de Randstad. En in die Randstad zijn ontzettend veel activiteiten, wonen ontzettend veel mensen. Daarom is het zo belangrijk dat deze dijk heel erg goed is. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de dijkverbetering langs de Nederrijn en de Lek. Dit is een heel proces geweest. Ja, want de dijken moesten hier hoger worden, maar vooral ook sterker gemaakt worden. En als je dijken sterker maakt, dan worden ze breder. En nou staan tegen die dijken aan, daar staan huizen, boerderijen. En die komen dan in de dijk te staan als je die dijk breder wil maken. En dan is de kunst om daar met hele goede oplossingen
ervoor te zorgen dat en de dijk heel goed sterk wordt en dat toch de boerderijen en de huizen zoveel mogelijk kunnen blijven staan. Dat een dijk hoog genoeg moet zijn om ons te beschermen tegen hoge waterstanden, ligt voor de hand. Maar wat kan er nog meer fout gaan met de dijk wanneer het rivierwater stijgt? Omdat een dijk voor het grootste gedeelte opgebouwd is uit zand en klei, kan door een langdurige hoogwaterstand de dijk verzadigd raken. Wanneer een dijk niet stabiel genoeg gebouwd is, zal uiteindelijk door de druk van het water de dijk bezwijken. Een dijk kan ook ondermijnd worden doordat het water onder de dijk naar lagere gedeelten binnendijks doorstroomt. Het water van de rivier en het water binnen de dijken zijn als het ware communicerende vaten. Het slangetje hier is eigenlijk in de werkelijkheid het water wat onder de dijk doorstroomt. Dit wordt ook wel kwelwater genoemd. Wanneer het water stijgt, zou door het toename van de druk het water onder de dijk gaan doorsijpelen. En stijgt het water binnendijks. Wanneer het water hard genoeg stroomt, neemt het zand mee en zal uiteindelijk de dijk uitgehold worden. Een dijk moet dus hoog genoeg zijn. Hij moet breed genoeg zijn. Hij moet flauw genoeg zijn. Hij moet opgebouwd zijn uit zand en klei in de juiste laagdikte en samenstelling. En vaak is een aanberming noodzakelijk. En dan nog kan het noodzakelijk zijn om meer specifieke maatregelen te treffen om de aanwezige landschappelijke, natuurkundige en of cultuurhistorische waarden te behouden. Het is 1999. In het bijzijn van alle betrokken partijen wordt het startschot gegeven voor de dijkverbetering. Werden vroeger discussies beslecht met het lekschieten van elkanders dijken? Nu wordt symbolisch de witte vlag gehesen om gezamenlijk een duurzame, veilige oplossing te bereiken. Ook het hoogheemraadschap van de Alblasser Waard en de Vijf Herenlanden waren hierbij aanwezig. Om tot een veilige dijk te kunnen komen, moeten de huidige afmetingen van de dijk nauwkeurig worden vastgesteld. Landmeters hebben honderden dwarsprofielen ingemeten waaruit de hoogte, de breedte, de taluudhellingen en de aanwezige bermen tot in detail konden worden afgeleid. Daarnaast is het noodzakelijk inzicht te hebben in de opbouw van de dijk en de opbouw van de bodemlagen onder de dijk. Om een dijk 1 meter op te hogen is een verbreding nodig van ongeveer 6 meter. Op de meeste plaatsen is deze verbreding zonder meer mogelijk. Het zou een relatief eenvoudige klus zijn als de 60 kilometer lange dijk op deze manier zou kunnen worden versterkt. Maar zoals de dijkgraaf van de Stichtse Rijnlanden eerder al heeft verteld, zijn er vaak beperkingen die om totaal andere oplossingen vragen. In dit mooie dorpje Jaarsveld bestaat het risico dat bij hoge waterstanden het water onder de dijk door gaat stromen. Het kwelwater neemt zand mee en zal hiermee de fundamenten van de dijk aantasten. Even leek het erop of de opdracht om het dorpje Jaarsveld veilig te stellen voor de dreiging van het water, zonder dat het unieke dorpsgezicht aangetast zou worden, geen haalbare kaart zou zijn. Toch kwam men bij het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op het ingenieuze idee om zowel de risico's van het dreigende water af te wenden als het unieke dorpsgezicht te behouden. Tijdens hoge waterstanden wordt de ontstane waterdruk in de ondergrond direct achter de dijk tot acceptabele waarden verlaagd door het water af te voeren via een op natuurwetten gebaseerd afvoersysteem. Onopvallend weggewerkt onder de grond, onder tuinen en straten, ligt een netwerk van buizen. Het overtollige water wordt via dit leidingstelsel afgevoerd naar een centrale opvangput, waarna het zonder enig risico op veilige afstand van de dijk geloosd kan worden. Alles is goed weggewerkt onder de grond, maar hier komen alle buizen samen in deze centrale put. Wim de Wit van de Stichtse Rijnlanden kan hier alles over vertellen. Het water wat dus in die ontvangput komt, dat komt vervolgens in deze ruimte.
In deze ruimte zit een schijf die automatisch aangestuurd wordt door een elektromotortje. En dit elektromotortje is weer verbonden met de computer, die dus het hele systeem regelt. In het gebied zijn een achttal niveaumeetpunten en wanneer een van die punten een bepaald pijl bereikt, dan geeft de computer het signaal dus dat deze schijf zich openen moet. Mocht dit systeem om een of andere reden niet functioneren, dan hebben we een tweede systeem hiernaast, wat dus dezelfde functies heeft. En mocht ook dat het af laten weten, dan kunnen we dus met een handbediening overgaan. Dus met een handbediening het water, het overtollige water, lozen. En op deze manier hebben we een heel veilig systeem gecreëerd. En ik kan zeggen dus dat met de Jaarsveldse methode er eigenlijk niks mis mee kan gaan. In het dijkgedeelte ter hoogte van Lopik staat de bestaande bebouwing tot aan de teen van de oude dijk. Om deze bebouwing te beschermen moest de dijk naar buiten worden verschoven. Dat bracht heel wat problemen met zich mee. Zo was er bijvoorbeeld de ontsluitingsweg die niet te lang afgesloten mocht zijn tijdens de uitvoering. Het transport van en naar de boeren moest natuurlijk wel door kunnen gaan. Daarnaast moesten alle aanwezige op- en afritten verlengd worden. Ook moest men ervoor zorgen dat het juiste materiaal in de benodigde dikte op de dijk werd aangebracht. Aangezien de nieuwe dijk voor een groot deel moest worden opgebouwd uit materiaal afkomstig uit de oude dijk, kon slechts over geringe lengte tegelijk worden gewerkt. Dit uiteraard om ervoor te zorgen dat bij plotselinge hogere waterstanden de risico's zo klein mogelijk zouden zijn. Kortom, heel veel werk. Desondanks was de omlegging van de dijk in krap 4 maanden een feit. Met als resultaat tevreden bewoners, de op- en afritten zijn veel minder steil, de voortuinen zijn groter en natuurlijk een veilige dijk voor de deur. Helaas kon een dergelijke oplossing niet in alle gevallen worden bereikt. Op sommige plekken ontbreken de uiterwaarden tussen de rivier en de winterdijk. Het water stroomt vlak langs de dijk, zoals hier. Omdat het water pal aan deze dijk staat, moeten er extra maatregelen genomen worden tegen het kwelwater. De berm aan de binnenkant van de schaardijk moet juist daarom veel breder zijn dan een gewone dijk. Soms liggen er huizen aan de binnenkant van de dijk, waardoor een extra verbreding van de berm niet past. Je zou dan zeggen, nou, dan leggen we de dijk toch een klein stukje naar buiten. Helaas kan dit niet, vanwege dit beschermde pijlhuisje. En daarom moest er een heel nieuwe D gemaakt worden om het kwelwater uiteindelijk toch op een goede manier weg te kunnen krijgen. Behalve door de aanwezigheid van een monumentaal pijlhuisje en omdat de schaardijk direct grenst aan het aardkundig monument De Bol en de Binnenlek, een uniek en beschermd natuurgebied dat door het getijdenkarakter een bijzondere invloed uitoefent op de aanwezige flora en fauna, moest ook hier een bijzondere oplossing gevonden worden. Om enerzijds deze landschappelijke en cultuurhistorische waarde te kunnen behouden en anderzijds de extra risico's van een schaardijk te voorkomen, is aan weerszijde van de dijk een damwand in de grond geplaatst over een lengte van 250 meter. Dit lijkt misschien een beetje vreemd, maar ik loop hier op de rand van een 9 meter hoge wand die onder de grond ligt, die de stroming van het kwelwater tegen moet gaan. Ondanks het feit dat er gezocht moest worden naar creatieve en inventieve oplossingen, werden er geen concessies gedaan met betrekking tot de veiligheid van de dijk. Want zeker bij dijken geldt het gezegde, de ketting is net zo sterk als zijn zwakste schakel. Door ter hoogte van Willige Lange Rak over een lengte van 700 meter een nieuwe dijk aan te leggen, werd de rivierbedding tot 200 meter verbreed. Hierdoor kan het water dus gemakkelijker wegstromen. Joost Heijs is projectcoördinator bij Stichtse Rijnlanden en kan hier alles over vertellen. In 1996 zijn wij gestart met het opstellen van een milieueffectrapport. En je kunt je voorstellen dat wij als waterschap niet alles zelf voor het zeggen hebben. Nee, daar heb je allerlei andere partijen bij nodig. De provincie,
Rijkswaterstaat, bewoners. Uiteraard moesten we een adviesbureau hebben. Arcades is dat geworden. Die heeft ons het hele traject begeleid. Een complicerende factor hierbij was dat aan de overkant onze overburen, Hooggenootschap Alblasserwaard en Vijf Herenlanden, ook een dijkversterking uit zou moeten voeren. En dat liep parallel aan ons werk. Maar omdat zij de huizen pal op de dijk hebben staan, kon dat niet zonder grootschalig huizen te moeten slopen. Nou, om dat te voorkomen is er overleg gevoerd tussen onze beide waterschappen. En hebben we uiteindelijk besloten hier een hele nieuwe dijk aan te leggen. Dat betekende dat er meer ruimte kwam voor de rivier. En dat betekende dus ook dat de huizen konden blijven staan. Aan dezelfde oever waar deze dijk op gebouwd zou worden, ongeveer 30 kilometer oostwaarts, werd een gebied aangetroffen waar deze grondstoffen in meer of mindere mate aanwezig waren. De Steenwaard, een buitendijksgebied ter hoogte van Schalkwijk. In een mum van tijd beheersten shovels, dumpers en andere transportmiddelen voor zwaar grondverzet het beeld. Er werd een tijdelijke loswal gebouwd, zodat de grond per schip in de richting van Willige Langerak afgevoerd kon worden. Met sproeiers werd de grond tegen verstuiving en overlast voor de omgeving vochtig gehouden. Binnenvaartschepen voeren af en aan om de 500.000 kubieke meter grond te vervoeren naar de locatie bij Willige Langerak. Met behulp van een drijvende kraan en een enorme transportband werd de grond gelost voor verdere verwerking in de nieuwe dijk. In de ondergrond van het gedeelte waar de nieuwe dijk moest komen te liggen, bleken grote verschillen in structuur en samenstelling van de bodem te bestaan. Daar waar de bodem stevig was, kon op normale wijze worden opgebouwd. Echter, waar de ondergrond slap is, kan niet ongestraft een zware dijk worden gebouwd. Op deze zachte grond kan je natuurlijk niet zomaar een loeizware dijk gaan bouwen. Die moet laagsgewijs worden aangebracht met tussenpozen, zodat de ondergrond zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Als het te snel gebeurt, kan de dijk onder zijn eigen gewicht bezwijken. Wanneer je zomaar een dijk zou bouwen op een zachte ondergrond, zal door het gewicht van deze dijk de grond weggeperst worden. Dankzij de bijzondere inzet van de Stichtse Rijnlanden en de inspanningen van directie, aannemers en andere betrokken partijen, werd de dijk op 31 december van het jaar 2000 binnen de gestelde termijn veilig verklaard. De technische problemen zijn opgelost. De dijk is binnen de gestelde termijn op deltaniveau gebracht. De bewoners kunnen weer opgelucht ademhalen en langzamerhand wordt het gewone dagelijkse leven weer opgepakt, zonder dumpers of shovels in de voortuin. In eerste instantie waren de bewoners blij dat er een start was gemaakt met de werkzaamheden aan de dijk. Helaas bleek later dat dit veel meer consequenties had voor de bewoners. Herman Lokkers is toezichthouder bij het Stichtse Rijnlanden en die kan hier alles over vertellen. Ja, dat klopt, ja. We hebben besloten om alle mensen persoonlijk te bezoeken, omdat het nogal ingrijpend was, de dijkversterkingswerkzaamheden. We zijn bij de mensen thuis langs geweest en we hebben ze de tekeningen laten zien en we hebben ze buiten uitgelegd wat er allemaal precies ging gebeuren. Ze waren in eerste instantie inderdaad blij dat we kwamen, want het is het laagste stukje dijk van de provincie Utrecht. En dan denken, ja, als er wat gebeurt, dan gebeurt het misschien wel hier. Maar
toen we de tekeningen lieten zien, toen bleek het nogal behoorlijk ingrijpend te zijn, omdat de dijk op sommige plaatsen een stuk naar buiten verplaatst wordt. Dat betekent natuurlijk dat de hele boel ondersteboven moet, ook hun tuin, en dat de mensen aan de buitenkant soms een stukje land kwijt raakten. En daar waren ze niet zo blij mee, want daar hadden ze eigenlijk niet op gerekend. Maar degene die daar meer over kan vertellen, dat is Jan Noorland, die hier naast mij zit. Want die is als bewonersvertegenwoordiger, heeft hij de belangen van de bewoners behartigd. Dat klopt, Herman. Het begin van het traject, toen het project gestart is, toen is er wijselijk vanuit het waterschap besloten om in de commissie mensen op te nemen die de bewoners zouden gaan vertegenwoordigen in het totale verloop van het traject tot aan het eind toe. Mm-hmm. Wij konden denk ik een beetje in die club een beetje de room maken, de jeu die erin de, en ook een beetje, ja. En daar kregen we inderdaad ook de ruimte voor. En ja, al die argumenten die wij naar voren gebracht hebben, die zijn ik denk voor 90% gehonoreerd. Kijk, problemen zijn er altijd, die zou je altijd houden. Want, maar doorsnee moeten wij gewoon beamen dat het hele traject echt goed verlopen is. In totaal is er zo'n 150 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ongeveer 100 hectare in de Steenwaard en 50 hectare langs het dijkvak Jaarsveld-Schoonhoven. De verbeterde dijk is ingezaaid met gebiedseigen zaadmengsels, om in de toekomst weer een gebiedsspecifieke flora en fauna te kunnen bereiken. Na een jarenlange strijd kan er eindelijk gesproken worden van veilige dijken in de provincie Utrecht. De dijkverbeteringen door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn afgerond. Aan een onafgebroken proces van ontwerpen, onderzoeken, overleggen, inspraakprocedures, aanbestedingen, maar ook ongemak bij bewoners, is een eind gekomen. Maar het resultaat mag er zijn. Een 60 kilometer lange veilige dijk, extra natuurgebied en het behoud van cultuurhistorische waarden. Al met al een meer dan geslaagd project.